Breda Nu. Breda in Beweging wordt mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Goeiedag, ik ben Jort. De kans is groot dat u deze weken meer thuis zit dan gebruikelijk en minder beweegt. Het is bekend dat op het moment dat we minder bewegen, onze spierkracht en conditie sneller achteruit gaan. En daarom is het van belang om nu in beweging te komen. Wij gaan u daarbij helpen door u dagelijks een beweegprogramma aan te bieden. Dit programma zullen wij u laten zien vanaf 11 uur, meerdere keren op een dag. Gaan de oefeningen niet zoals het moet of vindt u ze moeilijk? Dat maakt niet uit. Doe gewoon wat u kunt. Ga er niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Heel veel succes en vooral veel plezier. Welkom bij een nieuw beweegmoment van Bewegen in Breda. Naast mij zit u. Vlagier. En hier naast mij, Megan. Wat u vandaag nodig heeft is alleen een matje, dus schuif even wat stoelen en tafels opzij en dan kunnen we gaan beginnen. We beginnen op het matje. Vandaag is alles op het matje. De eerste oefening leg ik alvast uit. Dat is de benen om en om naar me toe trekken. Dan gaan we zo meteen 2 keer 30 seconden 3 oefeningen doen. Over 3, 2, 1, ja, starten waar. Goed die knieën naar de borst trekken. Goed zo. Dat is een goede voor de core. 20 seconden zijn we onderweg. Goed zo. Half vol, we zijn op de helft. Tjus. Nog 10 seconden. Bijna. Nog 5. Hou op. 3, 2, 1. En we gaan stappen op de plaats in ruglig. De volgende oefening is zo meteen de benen van links naar rechts laten vallen. Over 3, 2, 1. Ja, kom maar. Laat goed die benen van links naar rechts. Zorg dat de schouders op de grond blijven. En zo eventjes om de rug wat warmer te laten worden. We zijn 20 seconden onderweg. Tjus. Hou vol. Keurig. 10 seconden nog. Hou vol. Zijn er bijna. 3, 2, 1. En we gaan weer stappen op de plaats. De volgende oefening begint u dadelijk in deze positie. Daarbij druk je goed uw onderrug in het matje. Heel langzaam. De armen achteruit. Tot zover je kunt. 3, 2, 1. Start maar. Netjes. Goed die onderrug. Niet onttrekken. Nee, plat in het matje. Dus als je maar tot hier komt, ook prima. De makkelijkere variant doet er ook hier. En de moeilijke doet Megan. Nog 10 seconden. Yes. We zijn er bijna. 3, 2, 1. En we gaan weer stappen op de plaats. Beginnen we zo meteen weer met de eerste oefening. Dat is de benen naar toe trekken. Dus dat was deze. 3, 2, 1. En start maar. Je zult al merken aan de ademhaling. Mag. 20 seconden nog. Keurig. Hou op. 15 seconden nog. Tjus. Vijf. Kom op, kom op, kom op. 3, 2, 1. En weer stappen op de plaats. Dat stappen op de plaats doen we alleen in de warming up. Volgende oefening, tweede oefening, is zo meteen weer. Die we toen straks hebben gedaan. Voeten op de vloer. En 3, 2, 1, stuk te waar. Daarbij weer goed die schouders op de vloer houden. Van links naar rechts. Zijn op de helft. 10 seconden. Tjus. Half vol. Nog 5, 3, 2, 1. Nog een keer stap op de plaats. 10 seconden nog. En dan gaan we naar de laatste oefening van de warming-up. Dat is deze weer. Oké. 3,
Oké, 20 seconden werk. En we zitten op de helft. Kom aan, hou vol. Ja, netjes 10 seconden. Kom op, kom op, kom op. Goed, nog 5. 3, 2, 1. En rust. De volgende oefening mag eventjes op mijn buik komen liggen. Oké, over 5 seconden gaan we deze doen. Om en om. 3, 2, 1. Start maar. En hou vol. 20 seconden nog. Ja, laat maar. Oké. We zijn op de helft. Hou vol. Netjes. Goed. Nog 10 seconden. Goed. Zijn er bij de kwaak, kwaak aan. Gaat een beetje branden. 3, 2, 1. En rust. Volgende oefening. Wordt eentje op de zij. Begin op de linkerzij. Dat wordt deze oefening. Dus we gooien onszelf omhoog. 3, 2, 1 en starten. Zorg ervoor voordat je in één lijn staat. Schouder goed onder de bovenlichaam. En het houden vol. 20 seconden. Kom aan. En we zitten op de helft. De moeilijke variant doet Megan. En de makkelijke doet ook hier. 10 seconden. Hou vol, kom maar, kom maar. 5, 3, 2, 1, rust. Wisselen van kant, rechterzij. Nog 10 seconden, pak ook daadwerkelijk rust. Goed. 5 seconden, 3, 2, 1, start maar weer. Let daarbij ook op uw ademhaling, niet alles vastzetten. Gewoon blijven ademen. We zijn er weer 10 seconden onderweg. Netjes. Keurig. En we zitten op de helft. Kom maar. Hou vol. Als je het niet volhoudt, even rust en weer opnieuw. Kom op, kom op, kom op. 5. Kom maar, kom maar. 3, 2, 1. Rust. Pak even goed de rust. Volgende oefening wordt in ruglig. En vanuit 1 been. Omhoog. Dus deze. 3, 2, 1. Ja, kom maar. Je kunt het wat moeilijker maken door een klein sprongetje te maken. En wat makkelijker, zoals we het hier doen. Met 1, met 2 benen. En we zijn op de helft. Kom maar, hou vol. We zijn er bijna, kom maar. We gaan 10 seconden nog. Op, 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 op. 5, 3, 2, 1, rust. Pak goed je rust. Adem diep in, diep uit. Volgende is met het andere been. Over 5 seconden. 3, 2, 1, kom maar weer. Helemaal uitstoten. En rustig terug. Tjus. Eerste 10 seconden zijn voorbij. Kom maar aan. Op de helft. Hou vol. Laatste 10. Kom op. Goed. Bijna. 3, 2, 1. Rust. Pak goed de rust. Volgende oefening wordt weer eentje voor de buik. Ik ga hem dadelijk op deze manier voor. Deze als een harmonica. Over 3, 2, 1. Start maar weer. Zorg hierbij weer op uw ademhaling. Let op ook hier, dat is makkelijker. En Megan, moeilijk. We zijn op de helft, kom op. Hij gaat branden. Voel hem al. 10 seconden. Doe jullie makkelijk, jongens? Ja. Oké. Nog 3, 2, 1. Rust. Netjes, pak even de rust. De volgende oefening, gelijk de laatste voor deze workout, is zometeen de plank.
kunt u op uw knieën doen, die zal ook hier doen. En ik doe hem normaal. 3, 2, 1, ja, doe maar. Let daarbij op dat u niet hier hangt, niet hier. Nee, één lijn. Merk ik al eventueel, ga stappen met de voeten om het moeilijker te maken. Netjes. Hou op, 10 seconden. Kan, kan, kan. Als u merkt dat u gaat doorhouden, doet u hem op de knieën. 5. Hou op. 3, 2, 1. Rust. Keurig, dat was het eerste deel. Nu gaan we de cooling down beginnen met de zonnegroet. En we gaan u zo meteen zo liggen. Even vasthouden. En weer helemaal terug. 3. 2, 1, start. Je voelt hem rekken aan de voorkant van je buik. En weer langzaam terug. En weer omhoog. En langzaam terug. Goed zo. Nog een keertje omhoog. En langzaam terug. Laatste keer. Omhoog. Langzaam terug. Oké, we gaan even rusten. Volgende oefening leg ik wel eens uit. We komen zo omhoog. We gaan eigenlijk naar achteren hangen. En dan komen we hier terug. Over 3, 2, 1. Start. Helemaal naar achteren. Als het goed is, voelt het hier helemaal rekken. En weer terug. Een beetje naar achteren. Al eventjes vast hier. En weer terug naar voren. Nog een keertje naar achter. En weer naar voren. Nog een keertje naar achter. En naar voren. Laatste. En rust. Volgende oefening is eentje voor de knieën naar de borstkast trekken. Eentje voor de bil. Eerst trek hem gewoon recht naar je schouder, naar dezelfde schouder. Dus rechterbeen, kom maar. 3, 2, 1. Rechterbeen naar de rechter schouder. En eventjes terug. En weer rechterbeen naar de rechter schouder. Dan gaan we nu van het rechterbeen naar de linker schouder trekken. Dus dan voelt u hem een beetje in de bil, deze kant. En weer even terug. En weer naar de linker schouder trekken. Ja, zo ja. En rust. Wisselen we zo meteen van kant. Dus het linkerbeen. Over 5 seconden. 3, 2, 1. Start er maar. Eerst weer naar de linker schouder. En rust terug. De spanning erop. Spanning eraf. Spanning erop. En eraf. En we gaan deze ook weer een beetje schuin trekken. Dus naar de rechter schouder. Een beetje daar doen. En nog een keertje. Een paar seconden. 3, 2, 1. En komt u maar langzaamaan omhoog. Dat was het voor vandaag. Ik wil Megan bedanken. En ook hier bedankt, jullie hebben super goed gewerkt. Tot de volgende. Breda en Beweging werd mede mogelijk gemaakt door Monet Zorg en Beweging. Breda Nu.